We zijn op dit moment bezig met onderzoek wat er over gaat of dat we mensen kunnen verleiden om juist wat duurzamere producten te kopen of wat gezondere producten te kopen. Blijkt dat mensen dat vaak van zichzelf denken van nou, dat zou ik eigenlijk wel moeten doen. In de huidige maatschappij hebben we het probleem dat steeds meer mensen overgewicht hebben, het probleem van obesitas. En daarnaast is het ook belangrijk dat er een duurzaamheidsslag gemaakt wordt. Mensen lopen heel vaak de supermarkt in en als je kent het zelf, als je honger hebt, dan koop je misschien meer dan dat je van tevoren van plan was. Als je heel erg gestrest bent en over andere dingen denkt, dan heb je misschien ook de neiging om even nog wat chocola of wat chips in je mandje te gooien. We hebben wat onderzoek gedaan naar zogenaamde gezondheidslabels. Dus dat je op een verpakking al ziet hoe gezond een product is. Maar het blijkt dat mensen daar in het algemeen heel weinig aandacht voor hebben. We hebben een echte supermarkt eigenlijk nagebootst achter de computer op 3 hele grote schermen. Deze virtuele supermarkt is heel nieuw. Het is een tool die we het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Het is echt iets heel spannends, nieuws, leuks om mee onderzoek mee te gaan doen. Je bent als onderzoeker helemaal vrij in hoe je die supermarkt inricht. Dus waar je de schappen neerzet, waar je de producten op de schappen plaatst, hoeveel schapruimte je aan producten geeft. Alles kan helemaal vrij ingericht worden. Wat we hiermee doen is vaak dat we een experimentele opzet gebruiken. Dus waarbij we verschillende soorten supermarkten eigenlijk naast elkaar leggen. En dan kijken of dat mensen dan ook anders gaan reageren op het moment dat ze bijvoorbeeld producten op een andere plek neer hebben gezet. Dus als je door die virtuele supermarkt loopt, dan weten wij waar mensen staan, hoe lang ze daar staan, welke producten ze naar voren halen om te bekijken, hoe lang ze die producten bekijken en in welke volgorde. Dat een van de wijnen heeft wat lege schapruimte bij zich. Dus dat lijkt alsof andere mensen die wijn al hebben gekocht. En we zijn nu dus aan het bekijken of dat de proefpersonen ook inderdaad dan de neiging hebben om wat vaker die wijn ook te gaan kopen. Het bedrijfsleven heeft ook al interesse getoond. Je kunt je voorstellen dat het voor supermarkten natuurlijk heel erg interessant is om met zo'n onderzoekstool te gaan kijken hoe dat mensen zich door de supermarkt bewegen, maar ook wat er zou gebeuren als ze hun hele inrichting om zouden gooien. En daarnaast kan het natuurlijk voor producenten ook heel erg interessant zijn als ze bijvoorbeeld een nieuw product willen introduceren, om te kijken of dat product daadwerkelijk opvalt in het schap. Dus we willen proberen of dat we consumenten kunnen overhalen om toch wat gezondere producten te kiezen, toch wat duurzamere producten te kiezen. Omdat het iets is wat natuurlijk heel erg belangrijk is dat mensen dat gaan doen. Daarmee zorgen we voor een betere samenleving op de lange termijn.